Welkom bij het Anders Shownieuws dat vandaag in teken staat van het spijtige overlijden van Marie-Rose Morel. De ex-politica werd in augustus 2010 ongeneeslijk ziek verklaard. En na een krachtige en zeer positieve strijd is ze dinsdagavond in Wilrijk toch overleden. Kanker heeft zelfs de taaiste tante klein gekregen. Marie-Rose Morel heeft uiteindelijk haar strijd tegen baarmoederkanker toch verloren. Nochtans waren de laatste berichten die ze uitstuurde op haar wekelijkse column hoopvol. Een alternatieve therapie rond nieuwjaar in Oostenrijk was zwaar geweest, maar nu vond ze van zichzelf dat ze aan het aansterken was. Maar zondag verslechterde het plots. Longontsteking dacht men in het ziekenhuis van Wilrijk, maar antibiotica hielp niet. Bleek dat haar longen ook aangetast waren, onherstelbaar. Er waren eerst tekenen van beterschap, want ze had mij nog sms-stukjes moest komen om haar te bezoeken. En dan is het plots heel snel slechter beginnen gaan. Jurgen Seder, een van haar naaste vrienden en getuige op haar huwelijk, kort geleden met Frank van Hekken, kreeg het bericht gisteravond. Het zat er al lang aan te komen, toch was het nog een harde klap. Het had uiteindelijk een beetje een rust gevonden en een plaats gevonden. Dus vele hoofdstukken waar het wat moeilijker over ging, die waren afgesloten. Politiek, het perikelen waren voorbij, rechtscheidingsdossier was voorbij. Ze had dit huis nu volledig ingericht. En nu is het op dit moment nog de laatste hand aan de dakbedekking hier aan het leggen. Ze had ook de liefde gevonden. Ze had alles om nu zeer gelukkig te zijn. Ik denk dat ze zeer gelukkig had kunnen zijn nu. Marie-Rose Morel was moeder van 2 kinderen, 4 en 7. Voor hen vocht ze, zei ze altijd. Bij velen van ons politici het geldt een scheiding tussen de privépersoon en de publieke persoon. Bij Marie-Rose was die scheiding nooit zo duidelijk. Zij was een beetje zoals ze zich presenteerde, zoals ze was. Zij was een vechter. Zij was een strijder. En ze had een levenslust die je niet kunt voorstellen. Marie-Rose Morel in 2003 tijdens een verkiezingscampagne voor N-VA. Naast haar nog piepjonge Bart de Wever. De vroegere studiegenoot heeft haar uit haar christendemocratische nest gehaald en op de N-VA-lijst gezet. Cool, we gaan nog wat uitdelen. Ja, we gaan nog. Maar als N-VA in 2004 een kartel vormt met CD&V en Morel haar kansen op een verkiesbare plaats ziet slinken, stapt ze boos op. Philippe de Winter ontvangt de ambitieuze historica met open armen. En Morel wordt verkozen voor het Vlaams parlement. Hier ontpopt ze zich tot een flamboyante politica. Correctheid. Minister, mag ik eindigen of niet? U moet niet zo kwaad worden. Dat wordt u altijd heel snel als u wordt tegengesproken. Maar al snel zorgt ze voor een tweespalt in de partij. De tandem Morel van Hekken, die van het belang een fatsoenlijke rechtse partij wil maken, staat lijnrecht tegenover de Clan de Winter. De politieke vete krijgt een persoonlijke dimensie wanneer Marie-Rose Morel in een vechtscheiding terechtkomt. Haar ex-echtgenoot laat in de pers lekken dat ze een relatie zou hebben met Frank van Hekken. Iets wat ze allebei ontkennen. Frank van Hekken is een strijdgenoot en een zeer goede kameraad van mij, maar ik heb geen liefdesrelatie met Frank van Hekken en ik heb dat ook nooit gehad. En dan volgt een tweede klap. Eind januari 2009 krijgt ze te horen dat ze baarmoederkanker heeft. Hier liggen we dan, in ons ziekenhuisbed. Een aantal weken geleden hadden we dit niet te durven vrezen natuurlijk. Ze slaat keihard terug, voert noodgedwongen campagne met een hoofddoek op. En zelfs als de partij haar geen verkiesbare plaats meer gunt, blijft ze het Vlaams Belang steunen. En ik beschouw het als een eer dat ik mijn schouders mag zetten onder een lijst die aangevoerd wordt, niet enkel door een goede kameraad en vriend, maar ook door een van de meest integere politici die ik ken, Frank van Hekken. Even lijkt het erop dat ze haar ziekte heeft overwonnen. Maar bijna exact een jaar geleden krijgt ze te horen dat de kanker terug is. De artsen geven haar nog 6 maanden, maar daar legt ze zich niet bij neer. 6 maanden, no way. Daar ben ik. Daar heb ik voor mezelf een pact van gemaakt. In geen geval. Ze houdt het uiteindelijk nog een heel jaar vol, trouwt in het geheim met Frank van Hekken en breekt definitief met het Vlaams Belang. Gisteren heeft ze, uitgeput door de pijn, de handdoek dan toch in de ring moeten gooien. Ook de muziekwereld is aangegrepen. Zo plaatste onder andere een diepgeraakte Jovalli een reactie op Facebook. Wij wensen uiteraard al haar naasten heel veel sterkte toe. En vanavond om 11 uur zie je op VTM tijdens Telefax het laatste gesprek met Marie-Rose Morel. Ik zie jou graag weer morgen voor meer shownieuws.